Danica. Hi. Een eerste reactie? Nou, geweldig. Ik heb geen woorden. Ja, ik ben woordeloos, maar heel erg blij. Eindelijk kunnen we van rechtvaardigheid spreken. Eindelijk. En nu hebben we nu ook de vrijheid om te kunnen kiezen met de persoon met wie ik wil gaan trouwen. En ook anderen. Dus het is niet voor ons alleen, maar ook voor alle anderen die ook met personen van gelijk geslacht willen trouwen. En nu naar het bevolkingsregister? Nu naar het bevolkingsregister, ja. Zeker. En wanneer trouwen? Nou, dat moeten we nog met de bevolking kunnen bepalen, want er moet nog ander trouw komen en zo. Dus in afwachting van hoe dat allemaal geregeld gaat worden, kunnen we dan een datum afspreken. Fabien. Dank u. Ja, hou elkaars hand vast. Hoe spannend was dit? Nou, het was reuze spannend. En dit is, ik denk voor, niet alleen voor ons, maar ik denk voor iedereen wel. Omdat het toch wel weer een vorm van discriminatie is, van de kaart is geweegd. En dat is toch wel voor de mens is dat heel belangrijk. Volgens mens zijnde, absoluut. Zeker. Jullie waren al getrouwd. Ga je het nog een keer overdoen? Nee, we gaan het nu. Ja, we doen het eigenlijk wel elke dag over hoor. Omdat we zijn heel. Echt heel blij met elkaar. En binnenkort gaan we naar Aruba om ons eerste huwelijksjaar te vieren. Op 25 augustus. En dan gaan we daar onze eerste anniversary vieren. Dus, dankjewel. Dank je. Dankjewel. Okay. Pabien, Pabien. Ja. Ik zit in problemen. Ja, maar nog eens. Mario. Fabien? Dank u. Dank u. Wat betekent dit voor jullie als gemeenschap hier op Curaçao? Dat heb ik net gezegd. De gaybeweging op Curaçao bestaat, de huidige bestaat 30 jaar, maar daarvoor was er nog eentje van onze voorgangers waren Norman de Palm en Felix de Rooij, een cineastenpaar die ook een organisatie hebben. Dus langzamerhand is de samenleving bewust geworden. Maar op de een of andere manier wil Curaçao niet structureel en institutioneel veranderen. En dat is omdat in de kerken, in de scholen, op straat, bij de vakbonden, bij de politici en in het parlement dus nog steeds de schaamtecultuur in stand wordt gehouden. Je moet je schamen als je homo bent of biseksueel of trans. En het is niet netjes als je wilt trouwen. Nou, antidiscriminatiewetgeving kon hier niet doorkomen, wetgelijke behandeling kon niet doorkomen. Nou, blijkbaar als het niet van de bottom-up kan, dan moet het maar top-down. Dit besluit betekent dat in een land waar je mag trouwen en waar dat bekrachtigd wordt door de wet, dat we niet meer pikken dat we ons zouden moeten schamen. Dat we niet meer pikken dat het duivels is. Die dingen zullen ook aangepakt moeten worden. Het moet nu zo zijn, want de mensen die zich voor hier hebben ingezet en die publiekelijk op de Pride komen, die zijn maar 10% van de Curaçaose LGBT-beweging. De andere 90% die schuilt nog steeds. En soms neemt hij de vlucht naar Nederland. Het moet zo zijn dat 100% zich vrij en open op Curaçao kan vertonen. En daar gaan we nu heen. Met dit vonnis, daar zijn we heel dankbaar voor in de hand. Ja, maar de strijd gaat dus onverminderd door. Hij moet doorgaan, want we verwachten natuurlijk ook een tegenreactie. Dus je zult horen, ja, het is Nederland wat het ons door de stad drukt. Ik wil uitdrukkelijk zeggen dat het niet zo is. In ons rechtssysteem hebben we onze rechter, we hebben ons eigen hof. En we hebben gezamenlijk geaccepteerd dat bij afwezigheid van een constitutioneel hof op Curaçao, dat de Hoge Raad onze laatste toevlucht is. En dat moet ook zo, want minderheden moeten zich kunnen verdedigen soms tegen geïnstitutionaliseerde discriminatie. En dat is nu gebeurd. Gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel.